Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op Groen Power Gaming. Het is 7 uur op maandagavond en dat betekent dat we nieuwe content hebben openlijk. We hebben ook een preview pack als het goed is in de winkel staan. Oh, voor 12,5k, oké. Zal vast wel niks in zitten. Voor 12,5k. Nee, inderdaad niet. Niet eens een border spelen. Voordat we verder gaan, vergeet natuurlijk niet om even een duimpje omhoog te doen. En check even in het i'tje de vorige video. Waarin wij 10 player picks gaan openen. Oh. Futties fanvote voor de Bundesliga. Iedereen gaat wel voor Warman kiezen. Maar ik ga voor Sané kiezen. Past gewoon beter aan het team. En Sané is gewoon best wel een goede kaart. Ja, Salis gaat winnen. Het is geen Wan Mintaka natuurlijk meer. Maar deze gaat winnen. Omdat iedereen hem hyped vindt. Maar ik ga voor Sané. Ik hoop echt dat Sané gaat winnen dan. En dit is misschien ook wel een hint dat we vrijdag een Bundesliga gerelateerde tots of futties kaart krijgen. Dat is wel nice. Geen nieuwe player doelstellingen. Nieuwe milestones dan misschien. Ook niet. Vorige week kregen wij een transfer-futties kaart van, wie was dat? Hakimi. Oh, jee. Memphis Depay. Ook een transferkaart. Verder nog iets wat relevant is. Oh, futties Bundesliga. Wauw. Wat moet je daarvoor inleveren, ga ik zo even bekijken. Memphis Depay, jeetje. We gaan eerst even kijken voor de Bundesliga pick. Klopt het wel? Ja. Een 83 team maar. Dat is heel goedkoop. De Premier League had veel hogere requirements. Maar goed. Memphis Depay, 98 rated. 5-star skills, 4-star weak foot. Geweldige pace, geweldige shooting, geweldige pasen, goede dribbelen. Zieke stats voor deze kaart. Helemaal 3-star weak foot, dat is dan jammer. 11 squads moet je hiervoor inleveren. Een gouden team, full rare team, 80, 82, 83, 83, 84, 85, 87, 86. Ach, dit is gewoon veel te duur eigenlijk voor deze kaart. Wauw. Waarom was Hakimi vorige week zo goedkoop en is deze kaart zo duur? Want ik wil die echt graag hebben eigenlijk nu. Wauw. Laat achter, ga jij een van deze twee SBC's doen, ja of nee? De Pai. Oh, die past wel goed in mijn team trouwens. Dat is een zieke kaart. Wauw. Een tweede transfer futties kaart. Laat achter, ga jij deze doen, ja of nee? Vergeet niet om te liken, te abonneren. En tot de volgende keer.